En Niels en ik zijn de laatste tijd een beetje druk, want... Hij is van Bayou de Label. Oké, dan is het tijd voor de giveaway. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik maak straks de winnaar bekend van de Dior tasje met inhoud. Superleuk dat jullie allemaal mee hebben gedaan en sorry dat mijn vlog wat vertraagd is. Niels en ik zijn de laatste tijd een beetje druk. Want, sommigen weten het misschien al, maar ik denk veel ook nog niet. Niels en ik die openen deze zomer in Utrecht een all-day brunch. Frenchie gaat het heten. En we openen in het centrum van Utrecht. Het wordt superleuk. En we gaan allemaal dingen serveren als American pancakes met Nutella. Met vers fruit. Allemaal dat soort dingen. En ook freak shakes komen op de kaart. Maar ook voor de healthy vibes hebben we ook gerechten. En dingen met avocado, gepocheerde eitjes. Het wordt gewoon super leuk. En we zijn nu heel erg druk met het interieur. En we waren hier ook echt al heel lang mee bezig. En we probeerden een goede locatie te vinden. En dat was best wel een gedoetje. Maar nu hebben we er dus een gevonden. Gewoon midden in het centrum van Utrecht. In een hele leuke straat. En daar ga ik jullie binnenkort meer over vertellen. Maar dan weten jullie een beetje wat er aan de gang is. En... We hebben er echt super veel zin in en nu ben ik een beetje tired, dat wel. Maar het is wel echt iets waar ik heel blij van word. En als ik 's ochtends zwak word, denk ik... Weet je, dat is gewoon echt wat ik heel leuk vind om nu mee bezig te zijn. Ik ga daarom wel wat minder vloggen. In ieder geval voorlopig. Want ik wil ook gewoon wel blijven Instagrammen en vloggen vind ik ook super leuk. Maar sowieso omdat ik druk ben, is dat nu niet zo handig om dat te doen. Omdat ik dan ook geen onderwerp heb om te vloggen. En ik heb ook besloten dat ik meer vlogs wil plaatsen die met een bepaald onderwerp. Dus ik doe al veel meer shoplogs en dat wil ik dan ook meer blijven doen. Bijvoorbeeld mijn tassencollectie wil ik met jullie delen. Allemaal dat soort dingetjes, maar dan gewoon specifieke onderwerpen. Binnenkort gaan Niels en ik naar Ibiza. Dan komt er een Ibiza vlog waarschijnlijk. Dus ja, dat soort vlogs plaats ik dan meer. Dus niet per se meer elke maandagavond. Maar wel gewoon met regelmaat. Alleen ik kan er niet zeggen precies wanneer. Maar dat als je me volgt op Instagram dan kan je dat ook gewoon bijhouden. En als je geabonneerd bent dan weet je ook gewoon precies wanneer ik een vlog heb geplaatst. En als we dan toch over shoplogs hebben... Ik heb weer wat nieuwe dingetjes binnen gekocht. En waaronder een bikini. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vond de kleur echt super mooi. Want Niels en ik gaan over anderhalve week naar Ibiza. Dus ik wilde heel graag weer een nieuwe bikini hebben. Dus die laat ik zo even zien. En ook echt een super leuk setje bij de Zara. Kijk, dit is de bikini. En ik vond vooral de kleur heel erg mooi. En hij is... De stof is heel fijn. Hij is niet zeg maar te stretchy waardoor hij strak zit of zo. En wat ik super leuk vind. Hij is van Bayou de Label. En ik vind het super leuk dat je dus bij elke bikini krijg je zo'n crunchie. Dus volgens mij krijg je die bij de top. Hoe leuk is dat? Dan ben je gewoon helemaal, heb je gewoon één leuk, superleuk setje. En hij zit echt heel erg mooi. Het is eigenlijk een soort van 80s, 90s vibes. Dit is ook wat hoger uitgesneden, dus dan lijken je benen optisch langer. Vet chill voor mij met mijn short legs. Dus ja, ik kan echt niet wachten. Sowieso kan ik niet wachten om op vakantie te gaan. Echt zin in. En dan met de Zara. Dit vond ik zo cute en girly. Kijk. Kijk, dit is de top. Heel mooi, zo vind ik dit. En dat loopt ook door naar achter. Die is 49,95. En dan met het bijbehorende rokje. Ook zo schattig. Kijk, dit is ook die leuke ruches. En wat nou het leuke is, als je die met elkaar draagt, is het net een jurkje. En ook omdat die top is wat korter, en als je dan dat rokje even iets hoger doet, dan is het dus echt net een cute dress. Die hebben ze nu bij de Zara echt. Het is echt een aanradertje. En dit is ook gewoon leuk, dit rokje. Met een wit t-shirt of zo. En deze was 39,95. Zo schattig. Hey, dan is het tijd voor de giveaway. Ik heb jullie reacties gelezen en het is leuk om te zien dat sommige mensen zoiets hebben van... Oh leuk, die ga ik weggeven. En anderen hebben echt zoiets van... girl, die hou ik echt lekker voor mezelf. dit was hem. Met de colognes erin. Echt heel cute en leuk verpakt. En het magazine. Die zit hierin. Tata, Dior, mail. Ook heel cool. We hebben alle namen van de mensen die hebben meegedaan onder elkaar gezet.
En het is geworden nummer 6. En dat is... Laura Blomme. Even kijken of die scherp wordt. Ja. Yay! Gefeliciteerd. Super gefeliciteerd. Stuur even een e-mailtje naar jacqueline@fashionmagazine.com. En dan zorg ik dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. Dus heel veel plezier van. Dat was gelijk weer de vlog. De volgende vlog die komt hoogstwaarschijnlijk de eerste week van juni. Aan het einde daarvan. Dus even geduld. Maar dan zorg dat er wel weer echt een leuke vlog weer klaar staat. Thanks voor het kijken. En ik hou jullie op de hoogte van Frenchie. En volg me zeker op Instagram als je dat nog niet doet. Want dan heb je allemaal... kan je een beetje bijhouden wat er allemaal gebeurt en zo. Thanks guys. Abonneer alsjeblieft als je het nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Doei!